goedemorgen mensen. Daar zijn we. We zijn in de lucht. En de hele nacht is hier doorgedraaid door Dirk en Tim. Die hebben de nachtshift gedraaid. En hier staat bij mij meneer Lampen. Zullen wij Rob doen, gewoon Bernard? We tutoieren. Dat mag inmiddels wel, toch? Inmiddels wel, hè? Vroeger niet. Maar daar hebben we het zo meteen nog wel even over. Dat komt helemaal goed, Bernard. En er zijn mensen die hem niet kennen, maar er zijn ook mensen die hem echt hiervan kennen. Wacht even, dan moet ik hem er ook wel even inzetten. Want ik moet dan wel even opletten wat ik doe. Maar die hem dus hiervan kennen. Meneer Bodem, okay. Maar uit welk jaar was dit? Geen idee, ik heb het toen gemaakt naar aanleiding van Veilig op straat. Dat was een campagne van de gemeente. En dat was echt de bedoeling om mensen zich weer wat meer en wat prettiger op straat en veiliger op straat te laten voelen. En toen maar is dat jaren 90 of jaren 80? Ik zou het terug moeten zoeken. Ik heb hem toevallig wel recent op een
op een itemtje op uit de oude doos. Ja. Maar ik ben het jaar al kwijt. Ik denk dat dat 98 of zo misschien. 98. Ja. Oh, dus later dan ik dacht. Ja, ja, ja. Ik zat echt in het begin jaren 90 of 80. Het gaat los. Het gaat los. Voor de mensen die dat op de achtergrond horen. Er wordt gesoundcheckt. Alleen... Jongens, zet die microfoon maar af, want die heeft hij niet nodig. Heel ouders wordt hoort hem. Hey, Ed is in de house, dat gaat gezellig worden. Ja, precies. Precies. Maar daar ben ik wel gewend hoor, dat ze gewoon er doorheen zingen of er doorheen lullen. Je hebt kleinkinderen inmiddels, hè? Die gaan ook door alles heen. Ik heb een tijdje in het onderwijs gezeten, Bernhard. Was dat het? Maar ik was heel braaf, toch? Wie? Jij? Ja. Jij was heel braaf, ja. Nee, hij was een braaf jong, voorbeeldig. Ja, dat vind ik dan weer heel goed. Daar kon je wel een klas vol van hebben. Dat klinkt weer bijna als saai, maar ik denk dat ik wel vrij relaxed was. Nee, niet saai, maar wel gezeggelijk, zeg maar. Ja, dat je het idee had, er is iemand aan het opvoeden geweest thuis. Dat weten we wel, ja. Vrij strak gedaan, ja. Ja. Nee, ja, het blijft een apart verhaal dat we elkaar al die jaren zijn blijven tegenkomen. In de laatste jaar weer wat frequenter. En blijft altijd een leraar die voor mij veel betekend heeft. Want het was, toch wel? Vanaf de basisschool kom je dan eigenlijk op zo'n LTS terecht. Je moet volwassen gaan worden daar zo. Ja. En je houding is altijd relaxed. En dat was het toen ook. Ja. En het handvaardigheid of het handarbeid, wat het in de eerste jaren nog was, dat was wel een beetje mijn ding. Daar kon ik me wel in verliezen. Ja. Dus daar heb ik wel dingen van geleerd. En ik heb het al eerder gezegd, hè, jezelf cijfers geven. Dat vond ik toen eigenlijk het meest bijzondere. Ja, dat vond je wel... Ja, dat blijft gewoon bij mij hangen. Ja, ja, ja. Vond je daar zo bijzonder aan? Nou, dat je dan staat te kijken naar een werkstuk die ik over het algemeen best vlot in elkaar zette. Want ik was niet zo van... Ik ging nooit voor een 10. Als ik die 7-8 haalde, vond ik het best. Maar als je dan zelf een cijfer moest geven, dan sta je ook wel te kijken naar dat stukje werken. En je denkt van, ik durf mij zelf maar net een 6 of een 7 te geven. Dat frustreerde eigenlijk. Ja. Waardoor je toch eigenlijk steeds iets meer je best ging doen. Omdat je dacht dat je durfde maar een 6 of een 7 te geven, maar je vond het een 8 of een 9 waard was. Dat weet ik eigenlijk niet meer hoe ik er toen in zat. Ik denk wel dat ik het meer waard vond, omdat ik, en dat heb ik nog altijd een andere beoordeling heb. Dat heb ik eigenlijk nog wel steeds. Nee. Ja, want ik vind snelheid of prestatie neerzetten in een bepaald tijdsbestek of met een bepaalde kennis. Dat vind ik ook een cijfer waard. Ja, ja. Er zijn mensen die inderdaad 10 halen, maar als jij 6 jaar over een stuk muziek schrijven doet, dan moet die ook een 10 zijn inmiddels. Ja. En als je dat in een week doet en dat heeft een bepaalde niveau, dan kan je dat ook een 10 noemen. Maar misschien zit ik daar verkeerd mee, maar ik zit daar een beetje... Het idee wat mij betreft was gewoon domweg dat ik wilde leerlingen leren zichzelf te beoordelen, maar ook vooral zichzelf te waarderen. Want voordat het daar nog wel eens aan haperde en ik dacht, hoe doen we dat nou? Dus daarom had ik een soort handleidingje gemaakt van op grond waarvan je jezelf kon waarderen. Die dat vond ik wel van belang. Heb je er nooit over gedacht om dan de andere leerlingen mee te laten beoordelen? Zit ik me nu te bedenken? Nee. Nee, dat heb ik nooit gedacht. Nee, ik vond het heel belangrijk dat je dat zelf deed. En dat je dat zelf aan de hand van een aantal punten deed. Mm-hmm. En ook dat je me uit kon leggen waarom je vond dat je dat waard was. Okay. Want als je het mij uitlegde, dan wist je zelf ook waarom je dat waard was. En dat vond ik, dat was het idee daarachter. Ah, nou, ik leer nog steeds bij. Kijk, en die eigenwaarde heb ik toen wel een beetje op weten te vijzelen. Dat scheelt. Ja, daar hebben jullie nu in de stad allemaal last van, denk ik. Ja, je bent niet onopvallend. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas. Feliz Navidad, Feliz Navidad,
Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. Feliz Navidad, José Felicio. Feliciano. Ja, José, sorry. Feliciano. Zo dus. Ik vroeg het net aan je. Maar heb je wel eens radio gemaakt eigenlijk? Je hebt al heel veel. Nou ja, gedaan. Radio gemaakt. Dat was. Ik werd op een gegeven moment gevraagd door de toenmalige Omroep Amersfoort. En die hadden een programma op de zaterdagochtend. Iets met koffie zat erin. Ik weet niet meer. Espresso of iets dergelijks. En daar werd ik in gebeld, omdat we dan samen met de presentator even de week doornamen. Ah ja. En dat was zeg maar ook mijn voorwaarde toen ik zei, ja, ik ga dan niet echt iedere keer voor naar de studio komen en dingen voor voorbereiden. Dus als je me belt, dan luister ik het programma en ik weet wat er in de loop van de week gebeurd is en dan hebben we het daar even over. Dus gewoon vanuit de schommelstoel? En dan werd dat, maar dan kon ik het overal vandaan doen, weet je wel. Dan belden ze me gewoon en dan hoefde ik er ook niet bij de Hema om poesjes te kopen en dan... Bijvoorbeeld. Maar ik geloof dat ik ergens trek in heb. Nee, maar ja. Maar niet aan zich, maar televisie... Je weet dat de Hema dicht zit trouwens. Ja, Okay. Het is voor jou wel essentieel, maar niet voor de Hema. Ik heb ook slecht geslapen. Die 2 uur dat ik gelegen heb, was het ook alleen maar Hema dicht, Hema dicht, Hema dicht. En televisie bij Omroep Amersfoort toch wel? Of, Nou, dat radio was ook bij Omroep Amersfoort. Ja? En dat was naar aanleiding van het feit dat ik ooit Chef Bode bedacht. En toen vonden ze het leuk als ik daar iets mee deed op de radio in eerste instantie. En toen had je nog, hoe heette zij, door het Oog op Amersfoort. Die maakte een programmaatje op Omroep Amersfoort. Die ging weg en toen hebben ze gevraagd van, goh, zou jij dat niet voor tv willen doen dan? En toen... is zeg maar de carrière als chefbode op tv de... Ze vonden je knap genoeg om op televisie te... Nou, toen was ik ook nog knap, Bernard. Het is een beetje in verval geraakt. Maar de jaren beginnen te tellen. De camera is al ver weg. En de grimeuze die is al van 4 uur vannacht bezig. Maar ja, nee, dus, zo is dat gegaan. Maar vanuit het onderwijs ben je naar het speciaal onderwijs geschoven op een gegeven moment? Ja. Waarom die move toen gemaakt? Ja, waarom die move gemaakt? Ik heb met heel veel plezier heb ik altijd op de Uraniumweg, hè? Jullie het leven zuur gemaakt. Maar daar had ik op een gegeven moment een directie waar ik niks mee kon. Dat was het eigenlijk in het kort gezegd. Dus toen heb ik na een hele hoop gedoe, heb ik tegen die man gezegd van, nou, jij zult vermoedelijk wel willen blijven. Dan ga ik weg, want dit gaat niet werken zo. Mm-hmm. En dat hoefde voor hem niet. Ik zei, nee, dat snap ik wel, maar ik ga het wel doen. en toen ben ik naar het zeer moeilijk lerende gegaan. Ja. En dat, hoeveel jaar heb je dat gedaan? 20 jaar ook ongeveer. Ik ben er in 2000 naartoe gegaan en ik ben daar een paar jaar geleden mee gestopt. Heimwee naar zoiets of rust erin? Nee, geen heimwee. Ik bedoel, het onderwijs is hartstikke leuk om te doen, denk ik nog steeds. En ja, als je 20 jaar gedaan hebt. Dan... Jonge mensen, jongelui werken en kijken of je ze een eindje verderop kunt helpen, is mooi. Maar... ja, al dat glazen waar je eigenlijk de laatste jaren doorlopend de krant over vol staat met
Al die dingen die je bij moet houden en al die plannen en al die toestanden. Ik zei vaak, ja, langzamerhand een betere relatie met mijn beeldscherm dan met mijn leerlingen. Ja. Ik zei, ja. dat was de bedoeling niet. Maar zijn alle beroepen zo gegaan? En dat is voor een hele generatie. Ja, maar is er verbetering? Weet ik niet. In sommige opzichten is het wel controleerbaarder. Maar is dat een verbetering? Precies wat mij zo in de weg zit. Dat we blijkbaar alles controleerbaar gemaakt hebben. Ja, maar dat maken moeten. Dat, helaas ook vaak door misbruik van. Dat het er ook ingeslopen is. Maar ik ben altijd uitgegaan van vertrouwen in mensen. Ik zei altijd, ik vertrouw je totdat je echt een paar keer zeer nadrukkelijk hebt aangetoond dat je niet te vertrouwen bent. En dan gaan we kijken of het... Daar is mijn insteek ook, hoor. Dus ik zit er ook wel op. Maar er zijn wel processen dat ik het wel handig vind dat het wat beter in kaart gebracht wordt wat er gebeurt en hoe het gebeurt, zodat het makkelijk overdraagbaar is overneembaar is. Maar het is niet fijn als je nu de hele zorg ziet, wat eigenlijk voor 30-40% bezig is met die administratie en dan nog met een percentage met de handen aan het bed. Dat die verhoudingen zijn zoek. Doorgeschoten. Daar zijn doorgeschoten. We het wel over eens. Ik noemde het altijd geïnstitutionaliseerd wantrouwen. Ja. De inspectie. En dat vond ik kul. Ik bedoel, ik wil aan iedereen vertellen wat ik doe, waarom ik het doe en of het ook wat uitmaakt. Want dat vind ik zelf interessant om te weten. Maar dit was buiten proporties. Buiten proporties. Ik ga er een liedje tegenaan gooien. Killing Time van Tina Cousins.
Zo, als je nog niet wakker was, dan weet je het nu wel. Even lekker Tina Korsens erin. Wat is dat toch een lekkere powerplaat. We praten nog even verder hier met Rob Lampen. En de techniek is nog steeds bezig om meneer Ed online te krijgen. Ik hoor wel steeds meer geluidjes en dingetjes, maar het loopt nog niet. Ja, ben je er al wel? Als ik nou de band openzet, praat eens. Ja. Hey, je bent in de uitzending en je hoort jezelf ook. Ik hoor mezelf. Dan ga ik ervan uit dat je nu ook in de uitzending zit. Goedemorgen, Ed. Goedemorgen. Het heeft even geduurd. Je hebt je bakjes koffie op. Je was hier lekker op tijd. 5:50 ging mijn wekkertje. Oftewel iemand die me in mijn gezicht kneep. Goh. En toen stond jij voor de deur. Ja, dat klopt. Ja. Had je er zin in vanochtend, of niet? Wat zeg je? Had je er zin in vanochtend? Jazeker. Ja. Het is ook wel een bijzondere dag vandaag, hè? Oké, vertel. Nou, in 1980 werd op 18 december in Nederland de abortuswet ingevoerd. Oké, jij bent scherp. En in 2011 werd er een officieel einde gemaakt aan de oorlog in Irak door Amerika. Deze datum. Dat is wel een fijne, maar een officieel einde is nog niet een echt einde in die richting. Maar een officieel einde wel. Ja. Je hebt je speurwerk gedaan. Ja, Wikipedia is wat dat betreft wel handig. Het is wel handig. Ja. Hey, je gaat ook zo meteen wat muziek maken en brengen. Ja, zeker. En engelengezang, wat gaan we verwachten? Geen idee. Ik had eigenlijk een beetje van jullie af laten hangen. Ik denk van, ja, weet je, als er verzoekjes komen of iedereen heeft ideeën. Misschien even Rob al ideeën. Ik kan me niet voorstellen. Misschien even Rob al ideeën. Je kan het je niet voorstellen. Ik zeg net, ben blijven hangen in de tijd van Crosby, Stills, Nash & Young. En After the Gold Rush, Harvest, dat waren mijn eerste LP's. Zeg je dat nog iets, Ed, ja, of niet? Ja. Ik ben wel iets jonger, maar niet zoveel. Nee. Aan mij kun je het goed zien, maar... Maar nee, dat is dus... Maar ik ben wel een... zeg maar, ik heb niet heel specifiek dingen die ik... Stairways to Heaven. Doe je die ook? Nee. Nee, dat niet, was ik... Maar dat zou een muzikant alleen... Ik denk ook niet dat er veel muzikanten dat alleen... Nee. Ik heb hem op mijn netvlies staan toen die gasten door Obama... Een prachtige onderscheiding kregen. Ja. Toen is er een hele mooie... Maar dat zijn van de dames van... ik ben te moe om eraan te komen. Hard. Dames. En ik vind die versie, met alle respect voor de origineel... Want als jullie me ooit zien gaan in een kistje... Dan is dat wel het nummer waar ik mee ga. Maar dan is die van Hard beter. Of niet beter, mooier uitgevoerd. Ja. Puurder uitgevoerd. Ja, maar ook werd zo theatraal. Liefde, naar de mannen gedaan. Natte ogen. Ja, de mensen die het niet kennen. Het gaat voor mij zijn het de Honors Awards. Of iets speciaal. Medal of Honor. Ja, Medal of Honor of zoiets. Zoek dat eens op van Hard. Ja. Hebben wij Trump nooit gezien trouwens, hè? Die Medal of Honor. Ik wacht er nog op. Ik heb gisteren de parel ook net niet gewonnen. Hè? Ach jeetje. Je hebt natuurlijk alles gevolgd. En gezien ik heb zelfs op je gestemd, Bernard. Ja, nee, tweede. Maar de wetende wie we me genomineerd hebben. Hebben en om me gestemd hebben. Een warm bad. Ja. En ik vond het sowieso wel een gekke huis. En ik heb het wel heel erg leuk gevonden. Uiteindelijk wil je dan wel voor de winst gaan. En wie is het geworden trouwens? Want, meneer Pot van de verhuizingen. Die is het geworden. Maar ik vond wel dat ze heel veel veer in je hol staken. Ik vond het wel een beetje overdreven, Bernhard. En wie zijn ze? Ik loop wel een beetje wijdbeens momenteel. Maar ik weet niet wie dat zo... De krant werd er wel lovend over je geschreven en... Laten we zeggen dat de beste. Voor mij is er een hele plumeau ingeschoven, of niet? Wat ik zeg, ik loop wijdbeens. Maar dat poep ik vanmiddag wel weer uit. Dan is het klaar met de hele parelgedoe. Nee, maar ik ben er wel van gaan glanzen. Met deze productie ook merk ik dat heel veel mensen. Ja, jullie staan hier ook. Hè? Als ik dan bel of vraag, natuurlijk Bernhard, ik kijk of ik een gaatje heb en of ik kan en wil het sowieso. Ja, maar toen had je er niet meteen bij gezegd dat je me zo 's ochtends vroeg wilde hebben. Nee, maar jullie waren ook wel heel braaf op tijd. Want ik zei al, als 6:00 is echt vroeg genoeg. 6:30, 7:00 de uitzending in. Dan beginnen de mensen wakker te worden. Ik zie de kijkers hier en luisteraars hier ook oplopen. Honderden, hè, inmiddels. Als we er een nullen achter zetten, zitten we al op 900. Dus
Nee, maar wel gezellig. Maar je doet het voor jezelf, toch? Of niet? Je moet er zelf een beetje schik van hebben. Ja, ik heb er hartstikke schik in. Gisteren heb ik hier Carola en Inge, dus mijn eigen vriendin Missy, zoals ik haar altijd noem, heel veel lol zien hebben aan tafel. En Lubertus en Dick en Bricked In met Aurelia Silva hebben hier ook heel veel lol gehad. Dus als ik daar naar kijk, dan word ik al heel erg blij. Ja. Goed uitgangspunt, als je er zelf maar plezier in hebt. En als een ander dan ervan meegeniet, is dat mooi meegenomen. Ja, dat is wel niet tijd voor een plaatje, jullie lullen zoveel. Ja, dat gaan we... Kun jij niet een beetje zingen, Ed? Kan ook, als jullie zeggen van Ed, zing even wat. Ik heb de leiding niet, maar... Nou ja, neem hem over. Laat maar dat keyboard maar eens losgaan. Zullen we even een kerstliedje doen? Verras ons. Laten we daarmee beginnen. Gewoon alleen met een pianootje. I'm dreaming of a white Christmas, just like the one I used to know. There are three types, glisten and children who listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas. Technicus is microfoon iets zachter. May the days be merry and bright, and may all your Christmases be right. Oh, I dream of a white Christmas, just like the one I used to know. There are three types, glisten and children who listen to Christmas, that every Christmas God arrive. May your day be merry and bright, and may your Christmases, oh, made all your Christmases, and made all your Christmases be right. De regen zo te horen. Goedemorgen, deze baden. Lekker hoor. Strotje die man, hè? Ja, dat is dat was echt. En dat kwam van helemaal binnen uit, hè? Ed. Ja. Ik zeg al jaren, je moet er wat mee gaan doen. Maar het is heel moeilijk om op gang te krijgen, die man. Niet in beweging te krijgen. Hij ziet het niet, hè? Dat is het probleem. Maar dat, en dan op het verkeerde moment staat hij al om 6 uur voor je deur. Ja. Ed, ik vond hem geweldig.
Ja, ik wens jou ook een mooie witte kerst. Ja, die sneeuw moeten we denk ik wel een beetje vergeten, denk ik. Ik vrees het wel voor de komende eeuw, denk ik. Ja. Jij hebt het over sneeuw, jij ziet het niet. Nee. Ruik je het als het buiten valt of hoor je het aan de geluiden die dempen? Je voelt het vooral. Je stapt er natuurlijk ook in als je naar buiten loopt. Ja, maar dan ben je al buiten. Er is niet... Toen je net hier binnenkwam, dan rook je... Nee, als ik alleen zou zijn en het zou in één keer 's nachts beginnen te sneeuwen, is het niet zo dat ik 's morgens wakker word en denk, hey, sneeuw. Oké, nee, omdat ik de geluiden heel erg extreem vind veranderen, buitengeluiden. Als het sneeuwt, dat dempt het. Hè? Het worden kortere geluiden, maar dat pak je niet op. Jawel, dat is misschien wel waar, maar dat is niet... Dat is als je weet dat het gesneeuwd hebt, maar het is niet zo dat je 's morgens wakker wordt dat je hoort van, hey, heeft gesneeuwd. Dat geloof ik niet. Ja, dat wel. Als er een pak sneeuw ligt, hoor ik het wel. Maar dat komt ook, jij woont hoger van de weg af. Wij zitten hier aan de Soesterweg. Ja, en die weg die dempt meteen als die sneeuw er ligt. In één avond 90 centimeter sneeuw, schatje. Ja, echt wel. Ja, wij graven hier tunnels elke winter om die deur uit te komen. Ja. Nee, ik begrijp het. Ja. We hadden het net al over de wat klassiekere, oudere muziek. Mijn muziek ook. En dan gaan we naar de jaren 70. Waar ben jij mee opgegroeid, Rob? Met welke muziek? Nou ja, die twee die ik net noemde. Ik weet, mijn eerste LP's die ik kocht, dat waren Crosby, Stills, Nash & Young. Mm-hmm. En toen was ik van Neil Young. Neil Young, behoorlijk onder de indruk geraakt. Dus en toen terecht, heb ik Harvest gekocht. En dat is zo langzamerhand uitgegroeid. Beatles waren er natuurlijk toen al. Vond ik ook erg mooi. Maar wat draaiden je ouders thuis? Mijn ouders thuis die draaiden van alles. En mijn vader bijvoorbeeld heel veel operetten. Ja, maar daar was hij helemaal gek van. Ja. Is dat iets Limburgs eigenlijk? Want dat is de hoek waar je vandaan komt. Ja, ik kom uit Limburg. En we hadden in Valkenburg, waar ik vandaan kom oorspronkelijk, daar hadden we een openluchttheater. En daar werd zomers voor de toeristen. Nog, ja, het is er nog. Ja. Nee, klopt. En daar hadden ze voor de toeristen zomers hadden ze daar altijd artiesten, revues. En ook onder andere operetten. Die operettes Stolz, Rudolf Stolz. Dat was echt mijn vaders favoriet. En werd je meegenomen? En vond je dat leuk? Of dacht ik zal het je sterker vertellen. Wij gingen daar, mijn ouders hadden aandelen in dat openluchttheater. Dus wij hoefden alleen maar vermakelijkheidsbelasting te betalen om een kaartje te kunnen krijgen daar. Dus met mijn broers samen gingen we als kleine mannetjes. Gingen we daar bijvoorbeeld zo'n operette doen. Dat vonden we grappig. En die mensen die verbazen zich erover dat twee van die kleine jongens daar zo naar In Weissem Russel kwamen kijken. En nog meezongen ook. En je eerste single die je kocht, dat was geen operette? Nee. Dat was Crosby? Nee, ik geloof niet dat ik singles gekocht heb. Die zijn vermoedelijk ooit aankomen waar je... Nee, ik ben pas later echt in de muziek geraakt. En toen was het meteen met LP's. Maar ik ben nooit zo'n hele fanatieke muziek... Niet, hè? Ik luisterde daarna. Maar, en zo nu en dan kocht ik ook wel... Elton John heb ik wat dingen van en het is een hele brede smaak, niet heel specifiek. Ga je wel eens naar concerten dan? Muziekconcerten waarschijnlijk niet dan? Weinig. Ik ben wel eens... single naar Bernhard? Hè? Wat was jouw eerste single dan? Mijn eerste single was van Windsurfing. Surfing. Windsurfing. Die dus? Ja. Waren de Beach Boys? Was een Nederlandse productie die de Beach Boys na probeerde te doen. Klopt. Dat is volgens mij ook de enige single die uitgebracht is. Ja, ja, en ze heet ook The Surfers. Met windsurfing. Dus, ja, nee, ik was heel trots op dat singeltje. Ja. Ja, en de echt eerst bewust gekochte single. Of dat was meer een LP. Dat was wel, denk ik, ja, wat zou dat geweest zijn? Ik vraag me dat eigenlijk af. Ik denk dat het wel richting Marillion gaat of een Van Helen. Ik zat wat meer in de rockhoek. Ja. Marillion had toen dat hitje met Kaylee, hè? In de jaren 80. Ja, dat is... Dat is nog steeds mijn inspiratie voor alles. Wat ik net had, ik componeer zelf ook wel. En de pianostukken zitten op de Supertramp sound. En Lavender van Kaylee, van Misplaced Childhood, die zit daar ook wel in. Ik herken dat zelf terug. De liefde pak je meestal wel weer terug. Ja. Maar jouw eerste singeltje? Mijnes? Ja? Ik kreeg mijn eerste single van mijn vader. Dat was Paranoid van Black Sabbath. Oh, die is ook lekker. Nou, wat ik echt bewust heb gekocht. Ik denk By the Rivers of Babylon van Boney M.
Ja? Bonnie M. Feestje. ik zag zeer recent zag ik Gert en Hermie nog bijkomen in een ja, voorbij komen. Ja, dat vind ik wel echt... Bedoel, we kunnen over Bonnie M zeggen wat we willen, maar die neger die had echt wel verstand van produceren. Ja. En ze hadden zo'n album ook waar By the Rivers of Babylon op stond. En er stond op de achterkant stond een hele lange versie van Rasputin. En dat was echt wel... Dat was een hele gave, ja. Die heb ik ook vaak gedraaid. Dat was wel een dansvloervuller, zoals wij dat als DJ's zeggen, ja. Maar jij zegt een neger. Frank Fabian is degene die ze produceerde uiteindelijk. Dat was een neger. Die was die Duitse... Ja, oké, ja. Hij had er iets negerachtig, zat hij toch? Dat betwijfel ik, hoor. Ik moet zeggen dat ik niet zo direct het plaatje voor me heb, hoe die man eruit zag. Ik weet alleen... Ik dacht dat het een neger... Dat het de enige neger was in de... Je bedoelt de mensen die het... De boel geflasht hebben. Die het geld binnengehaald hebben. Ja, die hebben er al het geld van doorgaan. Ja, dat weet ik allemaal niet, joh. Dat zijn de autoproducer van Milli Vanilli, Modern Talking, dat soort fratsen. Maar de muziek, dat is gewoon feestmuziek. En het zit ook nog wel fijn in elkaar. Het is niet zo dat het een ongelacht Het hakte erin, dat was in ieder geval duidelijk. Dat even te vergelijken met Gert en Hermien houden. Nee, maar ik wou zeggen, Gert en Hermien, heel recent, zag ik een dochter zat aan tafel. Item voorbij komen. Er is een documentaire gemaakt over Gert en Hermien. En Gert en Hermien die hebben ook een keer met hun dochters Bonnie M nagedaan, zeg maar, geplaybacked. En dat zag er prachtig uit. Ja. Nee. Het is van volstrekt andere orde. Dat is helder. Maar Black Sabbath, en je bent eigenlijk, als ik jou door de bank genomen hoor en de manier van spelen, meer een blues muzikant. Wat zit ik daar verkeerd mee? Wat zeg je? Door de bank genomen en jou kennen een bluesmuzikant. Ik ben meer een blues. Ik heb wat meer soul in mijn stem dan de meeste rockers. Ja, dat denk ik wel. Maar de rockkant ook nooit geprobeerd. Dat is natuurlijk met keyboard ook wat lastiger. Ja, zeker wel. Ik ben met Hola de Rose heb ik onder andere ook in X-Factor gezeten. Oh ja, dat klopt. Daar hebben we gisteren hier nog zitten luisteren. Van wie komt het dan? Ik zeg Blinde Ed. Waar ken ik hem van? En toen hebben we dat even gekeken. Nice. Yes. Ik ga zo Black Sabbath eens even opzoeken. Misschien dat ik wat mensen een ontbijtbordje kan wegblazen. Ik ga nu even naar Golden Brown met de Stranglers. Dat is altijd even lekker wakker worden. Daar kan ik nog een verhaal over vertellen. Texture like sun, lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown.
Lekker, hè? Golden Brown. En ik denk dat jullie wel Golden Brown nu achter de kiezen hebben. Bakkie koffie. Ik snak eigenlijk ook naar een tweede. En ik ga meteen door naar een ander lekker plaatje. Die doe ik speciaal voor Rob. You, who are on the road, must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh. You know why. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh, and know they love you. Zo, ik neem aan dat jullie nu allemaal wel ontwaakt zijn. Het is 7:50. We hebben best een pittige nacht achter de rug. Brammetje is net uit zijn bedje gehaald om dat toch nog wat technische dingen te tackelen. Maar Derek en Tim hebben nu weer in controle hier achter mij. Ja, ja, zeker hoor. Ik zie een grote smile. Die hebben de hele nacht al doorgewerkt. Dus die zagen net iets te veel snoertjes en stekkertjes voor zich. En de blijmoedigheid waarmee zo'n Bram dan toch zijn bed uitkomt. Ja, hè? De frisheid ook. Man, man, ja, die ratslag-overslag ook waar die mee de deur door kwam. Dat ik was, vind het geweldig. Ja, dat voordeel heeft hij. Dat hele atletische. Voor mij zou ik de enige knapperd hier zo. Want, Ja. Voor jezelf, ik snap ook niet waarom je zo vreselijk veel licht hebt aangedaan. Ja, dat moet van die camera, jongens. Kan er nog meer licht bij? Nee, want die vallen die zijn al genoeg in beeld. Ik trek mijn petje iets verder over mijn hoofd. En we gaan even weer naar Ed, want we willen nog wel wat live muziek horen. Ik zei net buiten de uitzending om dat ik je meer ook in de bluesrichting inschatte. Ik vind een lekkere blues wel even fijn om verder wakker te worden voor het ontbijt. Blaas die kopjes koffie eens even omver. Ja, maar er worden wat presets erin gegooid. Ik hoor een beatje opkomen. Komt ie aan hoor. Blinde het. Yeah!
Sweet home, she'll guide you. Lekker knallen hoor. Ik zeg goedemorgen mensen, nogmaals. Ik vind het wel jammer dat je van Chicago niet even Amersfoort maakte. Dat had ook al leuk geweest. Maar Amersfoort. Sweet Home Amersfoort. Amersfoort. Doen we mis op die manier? Sweet Home Amersfoort. Ook, ja, ja, Amersfoort. We moeten wel in het Engels blijven. Back to the same old place. Sweet Home Amersfoort. Yeah, 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 yeah. Oké, dan krijg je hem wel hoor. Groot applaus. Lekker, lekker. Muziek, je eerste single die je kocht, dat was van Black Sabbath. Was dat Paranoid? Ja. Ja, ik heb hem voorgezet. Dus misschien zo meteen even ertussendoor draaien om de mensen op weg te helpen als ze niet van de buis afkomen. hoe ben je begonnen met muziek maken en waarom? Waarom is het... Ja, waarom? Ja, dat vind ik een lastige vraag. Volgens mij zit muziek al vanaf baby af aan in mijn bloed. Ik ben muziek gaan maken omdat mijn moeder was accordeoniste. Ah. En dat was in de jaren 70, was er een tijd dat het mode was dat je een orgel in huis had staan. Ja. En meestal van die oude Solina's. En dus wij ook. Dus toen ben ik op mijn vierde achter gaan zitten en dat ging, dat vond iedereen wel best wel goed. Want ik kon er vrij snel met twee handen spelen als klein kind. Hoe heb je dat eigen gemaakt? Door te luisteren naar andere stukken en dan opzoeken? Nee, ik hoef niet op te zoeken. Ik kan, als jij mij een nummer noemt, als ik een nummer ga laten draaien bij wijze van, dan pak ik de akkoorden mee en dan heb ik binnen zo'n nummer mee. Ik hoef niet een nummer te oefenen of zo. Nee, maar toen je begon, dan ben je die akkoorden wel aan het opzoeken. Dat moet je met naspelen toch en uitzoeken van andere nummers moeten uitvinden. Ik hoorde het nummer dat ik kon spelen. Meteen? Ja. Oké. Okay. Een wonderkind. Ja, toch wel. Zo ziet hij er niet uit. Nee. Ik heb een paar weken heb ik op de piano geoefend. Toen kon ik er nog geen regelrechte noot uitkrijgen. Toen ben ik ook maar weer mee gestopt. Dus ik vind dat heel bijzonder. En ik heb daar ook met altijd heel veel bewondering naar gekeken van die mensen. Met name die mensen die iets hoorden en het konden spelen. Dat vond ik... Ik heb ook wel een absoluut gehoor. Ik ben ook pianostemmer. Dus ik heb ook een absoluut gehoor. Ja. Dat ja. betekent niet dat mijn gehoor niet naar de klote geholpen is. Want ik heb natuurlijk al heel lang op podia gestaan met allerlei gitaristen en drummers die zo hard spelen dat je... Ja, dat je trommelvliezen eruit... Ik had een keer dat mijn oren zo piepten dat de buren begonnen te klagen, zeg maar. Dat vroeg ik me net af wel, toen jij een van die prachtige bluesnummers was aan het performen. Hebben de buren nooit geklaagd in het verleden? Want als je dat thuis doet, neem ik aan... Ik ben geboren in het Soesterkwartier. Ja, dus en dan mag dat. Waar? Fuxiastraat. Ah, ja, echt het Soesterkwartier. En daar heb ik ook thuis op mijn 41ste. Ruim mijn 40ste gewoon, denk ik. Ja. Ja. Maar dat kon dus daar dan? Dat kon daar. Met het orgel ja, en dan... Nou, sterker, toen in de jaren 70 werd regelmatig het orgel... Want iedereen zat gewoon in zijn voortuintje buiten. Voel hem aankomen. En het orgel werd naar buiten gesleept. En dan moest ik muziek gaan maken. Dan gingen ze met de pet rond en dan had ik... Mijn zakgeld weer. Dan kon je de week weer door. Voor de komende 4 maanden. Geweldig. Wat voor opleidingen heb je gedaan? Wat voor school heb je nog genoten? Als Soesterkwartier is altijd... Heel veel gedaan. Maar genoten niet. Ik heb in Zeist op Bartimeus gezeten. Ja. Van mijn 6e tot mijn 18e. Bartimeus is speciaal onderwijs, toch? Voor blinden, toch? Ja. Dus wij noemen dat Bart zoiets. Bart, oké. Okay. Ja, tegenwoordig heb je niet meer zoals wij dat... Vroeger was als je blind was, dan ging je gewoon naar een blindeninstituut. En dat is natuurlijk nu helemaal niet meer. Nee. En terecht ook, want dat werkt ook niet. Het moet er gewoon mee draaien. Dat weet ik niet. Die discussie die durf ik nog wel aan te gaan. Ja?
Nou ja, ja, dat vind ik best interessant. Waarom denk je dat als je alle kinderen bij elkaar zet die speciaal onderwijs nodig hebben, dat dat beter werkt dan dat ze mee proberen te draaien in de gewone maatschappij en klasse? Omdat je altijd op je tenen moet gaan lopen. Precies, ja. En punt twee, omdat als ik van mijn moeder afhankelijk was voor mijn zelfstandigheid, mm-hmm. dan kwam er geen klote van terecht. En was je nu nog niet geweest? Nee, dan want mensen zijn geneigd je alles uit handen te nemen. Mm-hmm. Ja, en, ja, heel herkenbaar. Ed, ik ben het ook. We hoeven niet zo'n discussie te voeren, want ik ben het helemaal met je eens. Nee, ja, ik zit er altijd dubbel in. En ik stap echt van de ene been op de andere been. Omdat dat je dan ook apart, speciaal of zelfs minderwaardig kan voelen als je naar dat onderwijs gaat. Nee, er zit ook wel nadelen aan. Alleen ik denk dat de nadelen niet opwegen tegen de voordelen. Ja, denk het ook. Ik denk met name wat jij zegt, dat je op je tenen moet lopen. Dat je het dus doorlopen toch ook, hoe je het went of keert, een buitenbeentje bent. En het is goed, denk ik, als je, dus niet in de bescherming, zoals jij dat noemt, als je moeder het had moeten doen, was je nu nog niet zelfstandig geweest. Dus het is goed als er dan wel specialisten ook zeggen van nou, niet zeuren, hup, door, weet je wel. Maar ik denk dat wat je tegenwoordig veel ziet, dat we het wel allemaal bij elkaar moeten hebben. Dan zie je dat, naar mijn idee, die kinderen ook vaak passend onderwijs, ik zei altijd passend onderwijs, het is mooi. Maar het past niet. Nee, ja, nou ja, goed. Ik herken hier ook in de wijken. Krijgen we wel dingen onder ogen dat het ook niet helemaal functioneert. Maar daarnaast is het ook gewoon zo dat je ook de gewone kinderen op school tekort doet. Hè? Want, nou, daar wilde ik bijna naartoe. Dus dat het ook zwaar is in een klas voor een leidinggevende of een lerares. Ja. En daardoor eigenlijk te veel aandacht daar naartoe gaat. Waardoor de andere leerlingen weer andere problemen krijgen. Maar goed, dat kan ook wel met onderwijsassistenten en wat meer centen die richting op opgelost worden. Nou ja, de centen zouden eindelijk eens een keer moeten gaan naar waar ze horen te zijn. Namelijk naar kleinere klassen. En bedoel ik niet alleen het lokaal kleiner, maar vooral het aantal leerlingen kleiner. Want daar is natuurlijk een groot probleem ontstaan. Dat er wel op enig moment meer geld naar het onderwijs ging, maar dat hadden die besturen dan vaak op de bank staan of zaten zelf in prachtige kantoren. Wat ik een beetje begrepen heb, en dat heb ik ook wel gezien op Bartimeus later, en ik heb ook wel vrijwilligerswerk her en der gedaan. Wat gewoon in de zorg en in het onderwijs gewoon ook heel vaak gebeurt, dat er een managementlaag kwam, lagen kwamen die boven elkaar komen te staan. Ja, ja, klopt. Dus er blijft heel veel geld wat werkelijk aan onderwijs besteed had kunnen worden, of aan zorg besteed had kunnen worden, blijft hangen in 3-4 managementlagen. Klopt. Ja, nou, dat zijn ze. Ik noemde dat altijd de mappendragers. Hè, van die mensen die de hele dag met een map door de gang liepen en 's avonds nog niet wisten wat ze gedaan hadden. Maar de handen aan het bed of hè, de gasten voor de klas naast de leerling, die liepen te sappelen en te emmeren om het rond te krijgen. Ja, daar ga ik er toch even taai pragmatisch in. Maar je ziet ook wel dat daardoor overhead gedeeld wordt en dat ze meer leerlingen aankunnen en kosten kunnen delen. Bernard, jij zat op school in de tijd, breekt me de bek niet los. Ik zit hier iemand te tarten hoor. Ten koste van wat? Ten koste van, ik zeg niet ten koste van, nee, maar die managementlagen werden wel verdeeld over meerdere scholen. Hè. Dus dan, dat werd op een gegeven moment ook bij ons, Nixa werd de Amerijn, er zat de Geert de Groot en alles bij. Dus dan zou je zeggen, het zou beter moeten. De zogenaamde marktwerking wat er dan in komt, maar het werkt eigenlijk allemaal net niet. Heeft marktwerking ooit ergens gewerkt? Jawel, als je in het puur commerciële zit, het marketingtechnische wat ik doe. Even PTT noemen? Nee, ik zeg ook puur het commerciële. Ik zeg spoorwegen? Nee, overheidsdienst als zorg, openbaar vervoer. Marktwerking is alles wat marktwerking nooit marktwerking vervalt. Nee. Ik snap dat je vanuit jouw achtergrond dat maar van marktwerking valt, is gewoon achteruit gaan. Goedemorgen Bernard, ook wakker. Goedemorgen meneer Marks. Hey Ed, ik geloof dat wij wel redelijk op één lijn zitten. Nou, we kletsen er zo nog even op terug. Ik zeg give a little bit aan iedereen en dan worden we allemaal blij. Give
I'll give a little bit of my love to you. Ja, nee, ik snap het, maar... There's so much that we need to share. So send a smile and show you care. Nee, precies. Ik zag dat het niet gemute was, de microfoon van de band. Dus ik hoop niet dat jullie... Nee, maar dat geeft niet, joh. Nee. Alles wat wij zeggen mag geweten worden, toch? Ik heb geen idee wat die... Jij stond nog open. Ja, sorry, in de uitzending. Er werd wat lokale... Meneer Buitelaar, die komt hier vanmiddag draaien. Ja. Dus dat is al erg leuk. Nee, ja. Maar de mannen kunnen best kritiek velen, hoor. Dus ja, en anders maar niet, hè? En anders maar niet. Ja. Hey, Supertramp, een van mijn favorieten. Ja, ik vond ook wel lekkere muziek. Ja, toch? Supertramp, En wat is jouw probleem met Supertramp? De gelikt. Jaren 70 is dat ze de tijd en het geld hadden om heel lang in de studio te blijven hangen. Dat dingen die gemaakt werden veel te gelikt werden. En dat vind ik wel fijn van de muziek van de jaren 90. Toen moest het allemaal wat goedkoper en dan moest het allemaal wat hadden wat minder tijd. Daar is toch een hoop in dat soort muziek verbeterd. Minder gepolijst, minder. Dat is net zoals de Eagles. Dat is ook zo'n band waarvan je denkt van.
Niet aankomen. Let op wat je nu zegt. Want je zit in een nanoseconde buiten op straat. Ah, het is mute. Het is veel te licht. Ja. Ja, maar dat vind ik ook wel lekker. Ja, ik... En dat live concert, wat die zogenaamde live CD, ja, dat hoor je gewoon aan. Hell Freezes Over. Ja, dan hoor je gewoon aan dat de zang later... Ja, wederom ook... Maar het hele album gaan jullie horen als ik ooit weggebracht word. Dus wat dat betreft trek een dag uit. Dan ga er even vanuit dat wij er nog zijn als jij weggebracht wordt. Ja, ik hoop het voor jullie bijna. Ja. Je hebt nog geen plan in die richting, toch? Nee. Wel? Nee, maar ik... laten we niet haasten. Maar ik herken jouw verhaal wel. Het moet recht uit het hart en liefst dan ongepolijst. En dan, maar als het te lang aangeschaafd en geschuurd wordt, dan vind je het minder worden. Ja. Nou ja, dat zijn dan de studioproducties, zoals ze dat noemen. Kijk, ja. In de jaren 90 had je inderdaad de grunge kwam op. En werd het inderdaad weer wat teruggegooid naar gewoon opnemen zoals het gedaan werd. Zonder dat er allemaal randje kwam. Maar nu de laatste jaren is het ook wel weer een overkill. Als je nu alleen al de voice omvormers en dat soort dingen ziet. Alles wordt gepolijst, eruit gehaald. Ja. Alleen het gebeurt, eigenlijk is het niet anders dan vroeger. Alleen het gebeurt op een andere manier. Ik bedoel, vroeger werd er net zo lang geknipt tot ze het goede stukje van jou... Dat deed 200 keer over. Als je één keer het nootje goed raakte, dan was het prima. Dan had je hem, ja. Nee, nu, authenticiteit, daar ga je dus voor. En nu wordt het nootje gewoon gecorrigeerd, ja. Nou ja, goed, we hebben niet meer dat... er zijn ooit bands, vooral een paar meidenbands... die geproduceerd zijn door producenten en waar de zangeressen zelf de zang ook niet deden. En later is dat natuurlijk met Milli Vanilli is dat onder andere ook weer gebeurd. Wat wel een leuk weetje is, je had in de jaren 70 had je Spooky en Sue. Ja. En Spooky was de zanger, maar die is alleen maar in beeld geweest, want de zanger die het eigenlijk ingezongen heeft, had, kwam uit Amersfoort. Nee. Ja? Ik zal ook... Ga maar eens raden wie. Jij? Nee, ik was het niet. Op zijn 13e? Ik heb geen idee, joh. Big John Russell. Oh? Nee, echt? Ja, kijk. Als je dat nummer... Would you like to swing on a star? Oh, die mannenstem. Ja. Dat er een heel gelikte keeltje stond. Maar die is ingezongen door Big John Russell. Oké. Die hebben ze trouwens wel weggebracht, hè? Een jaartje of twee geleden. Ja. Veel langer. Veel langer geleden. Prachtig graf op Rusthof. Ja, daarvan ken ik het. Dat kwam er denk ik naar boven, ja. Zijn zoon heeft er toen voor mij wat over geschreven. Ik heb het wel voorbij zien komen, ja. Jeroen de Valk heeft er voor mij een artikel over geschreven. Zou zomaar kunnen. Ja. Maar er was op enig moment, daarom weet ik het, was op enig moment een rondleiding op Rusthof. Een van de mooiste begraafplaatsen van Nederland overigens. En daar leidden ze ons rond langs allerlei graven van bijzondere mensen. En daar was Big John lag Big John dus ook bij met een prachtige gitaar, geloof ik. Ja, dat was het. Ja. Ik zit het plaatje boven te halen. Ja. Dat lukt me nu even niet. Maar, Maar dat is weer een heel ander onderwerp. Hè? Ja. Doe de hokey pokey. Maar ik denk wel eigenlijk een van de bekendere Amersfoortse zangers die nationaal ook bekend is. Voor de kermisklanten hebben voor mij ook wel Amersfoortse roots. Zeker. Roodkapje hier in Soestpartien. Pater Moeskoen. Ja, dat is ook wel een interview. Ook Amersfoort, van Sophie. The Elements, Amersfoortse band die in de top 40 heeft gestaan. Zeg mij niets. Ja. In de jaren 60 was dat. Okay. We hadden van de meer in de top 40 gehad. Hoe heet ze? Corrie Vink? Corrie Vink? Ja. Amersfoortse. Hier tegenover in de Ierenstraat woonden zij. Ja. We hebben wel meer Amersfoortse dingen gehad hoor, in de top 40. Je hebt nu Dickie Dex natuurlijk, gehad. Dat is ook wel een echte En Blinde Ed, die het geprobeerd hebben, X-Sector. Nee. Ja. 60 geworden. Heeft dat nog een beetje spin-off gehad, Ed? Ja, dat zeker, verhaal, ja? Ja, zeker. Ik heb sowieso 200 contract van Sony gestaan. Oké. Okay. Dus Sony deed mijn boeken. Ja. Oké, okay. Ja. Maar deed... Dat is op een gegeven moment gestopt. Ging je zelf doen? Weet je wat het is? Ik mag er niet... Ik heb geheimhoudingsdingen getekend. Ja. Oké, okay, nou dan hebben we het daar niet meer over. Brandloos, dan luistert toch niemand. Ik zal meteen weer de microfoon uit en laat hem aan. Wat iedereen wel een beetje snapt is op het moment dat er meerdere shows komt, gaan er ook andere mensen naar voren geschoven worden. Mm-hmm.
Dus je, zolang X-Factor geweest is, ik zat precies voor de zomer. Dus ik heb die zomer heel veel en hard gewerkt. Ja, ja. Alleen ik heb een contract getekend waarin ik maar een jaar onder Sony stond. Oh, oké. Okay. Dus dan daarna was maar, je weer vrij. Maar als je bijvoorbeeld degene die gewonnen hebt, dat was Rochelle Piek. Ja, klopt, ja. En ja, die heeft het wel zwaar gehad. Want ik mocht gewoon 5 jaar niks anders doen dan voor hun werken. Mm-hmm. En die hebben ze ooit een keer een tour voor geregeld. Die is na 3 dagen afgerond dat er geen mensen kwamen. Dus die kon eigenlijk, die zat eigenlijk met een soort enkelband vast, zeg maar. Ja. Ja, dat is wel heel vervelend. Vind je het terecht of onterecht dat die programma's... Ik mag die programma's, want ik vind... Ja, ik hou van een podium geven aan mensen. Hè, met welk talent dan ook. Dat hoeft niet per se alleen maar muziek te zijn. Het is wel een mogelijkheid om je te lanceren. Je hebt er zelf ook om die reden denk ik aan meegedaan. Want dat je, nee. Je draaide al wel mee. Dus ik draaide al mee en ik heb meegedaan omdat ik zag dat er een crisis aankwam in die tijd. En ik dacht van oké, ik moet zorgen dat ik in beeld kom. En ik had ook helemaal niet verwacht dat ik de live shows in zou komen. Ik had gewoon gedacht van ik laat een goede auditie zien. Maar ik ben eigenlijk te oud, dus dat is het dan. Maar vind je het vind je programma's die dienstbaar zijn aan de muziek? Of vind je het programma's die dienstbaar zijn maar vooral aan zichzelf? Als je bedenkt dat Maan... De laatste is uit de Voice, waar we later nog iets van gehoord hebben. En dan hebben we het over die andere programma's. Nee, ja, maar ook een Jamai. Er zijn er wel meer die nog steeds meedraaien. Nee, maar ik heb het over die... De laatste. Laatste shows bekend zijn. Nee, natuurlijk zijn er zijn wel mensen uitgekomen. Zeker uit India. Maar dat was van de jaren 90. Ja, begin 2000. Tijd. Begin 2000. Maar er komt nu niks meer uit die shows... Waar je van denkt van oké, dat gaat het hoge ogen gooien. En er zijn ook veel te veel van die shows die dat is hetzelfde, het, denk ik. In hetzelfde vijvertje moeten gaan vissen. Ja, het is wel een overkill aan shows, dat absoluut. Elke keer weer met een ander trucje, een ander format, maar dan komt het alweer op hetzelfde neer. Maar ik mag nog niks vertellen, maar volgend jaar gaan jullie mij weer terugzien. Okay. Kijk, je mag niks vertellen, maar volgend jaar... Ja, voor de rest lopen de rekken. Maar niet waar. Nee. Volgend jaar zien jullie maar... Oké, maar de opnames zijn al geweest. Nee, die komen eind januari beginnen. Oké. Ik denk dat ze het dorp een biertje etten. We hoeven geen felle lamp op hem te zetten voor het voor, want dat werkt niet. Nee, maar je maakt me wel nieuwsgierig en toch tof. Maar dus eigenlijk geef je wel aan dat die programma's wel degelijk ook dienstbaar zijn aan de muziek. En de mensen wel een kans geven. Er zit wel een dubbel moraal in, maar het is toch wel iets wat... muziek in beeld brengt nog, want het oude Top-op of wat hadden we, Countdown Café, maar echte muziekprogramma's worden gewoon niet meer... Maar dat is toch niet vergelijkt? Dat waren al artiesten die gewoon, bijvoorbeeld Top-op kwam, gewoon, en dat was gewoon de top 40, maar dan gedanst met Penny de Jager. Jawel, maar het zijn wel programma's waar artiesten in beeld gebracht worden, waar je ziet dat het gewoon visueel is waardoor en hoe muziek gemaakt wordt, dat je een gitaar en alles ziet. Anders krijg je een beetje hetzelfde, dat de kinderen denken dat vlees aan een boom groeit, omdat ze nooit hebben gezien dat het ergens uit een dier gehaald wordt. Maar wat in de top 40 staat, dat wordt toch ook niet meer echt gespeeld? Nou, valt wel mee, toch? Dat maar eens even de top 40 langs en dan staat... Nee, maar die programma's dus wel. Daar wordt dus heel veel gecoverd en wordt nog wel in beeld gebracht. Ja, maar ook, dan zie je alleen maar iemand zingen. Want vaak zie je... Daarvoor zie je dan nog een band. Ja. Maar dat is... Ja, het is nog steeds minder en klein. En ik vind altijd eindejaars vind ik het heel tof dat de top 2000, ja. Dat vind ik geweldig. Daar geniet ik me helemaal rot van. Want dan zie je weer even oude beelden, kleine make-offs van hoe de bands toen tot elkaar kwamen, tot een nummer kwamen. Ja, dat is toch wel lief. Dat zou toch wel iets meer mogen. Maar misschien moeten we dat het gewoon zelf doen. Dat is de enige keer in het jaar dat ik echt zeer nadrukkelijk echt naar de muziek luister. Dat is met de top 2000. Ja. Omdat, back to memory lane, hè, dat is... Misschien moeten we dan eens gewoon mensen de tip geven. Ga eens op zaterdagnacht naar Rockplast kijken op Duitsland. Ja, heb ik wel. Dat is nog steeds. Ja. Dat is nooit gestopt gewoon zelfs. Dat is nooit gestopt. Nee, een aantal jaren geleden heb ik daar wel op ingehaakt. Jij zegt het nu weer. Ik ga dat weer eens een keer doen. Hey, Rockpalast. Je had vroeger in de jaren... Oh, opa vertelt. In de jaren 80 hadden we de Rockpalast nachten. Ja. En dat was van 's nachts 10 tot 4. En dat was in de Groegehalle in Essen.
En die concerten werden dan zowel op de Duitse tv, maar ook op de Nederlandse radio werden die toen uitgezonden. Okay. Ik kan het concert van U2 nog herinneren, van Warwick Gallagher. Ja, dat zijn geen kleine namen die daar voorbij komen. Dan, oftewel gewoon de grootste ook, namen. Ex als, dat misschien zegt Black Uhuru, dat was een reggae. Nee, zeg me niks. Nee. Robin Shakespeare en Slime Dunbar, die hebben later Grace Jones geproduceerd. Oké, dat is wel een leuke naam. Ik hoor het al, hier moet ik afgrijzelijk afhaken iedere keer. Als het over, echt over de namen en dingen, dan ben ik hier met een paar lopende catalogie onderweg. Warwick Gallagher was in Nederland niet zo bekend. Was een Ier, een Ierse gitarist. Ja. Maar die was in Duitsland echt super. Maar die man was zo verschrikkelijk goed. En, eigenlijk toen hij dood was, is hij in Nederland pas een beetje bekend geworden. Ja, dat is helaas het lot van velen. Hè? Ja, die na hun dood opeens in de picture komen. Dan, dan loopt Bernard ook constant van als hij dood is. Dat wij ons hoop dat als hij dood is, dat we dan wel... Dat we dan wel waarderen. Zeggen, je had het net over Big John. Die Line Walk on the Star. Die hoorde ik best wel goed uit je strot komen. Ken je hem spelen? Dat nummer. Oh, ik kan de tekst nog wijd. Ja. Ah, zo maak je een eigen tekst, joh. Ja. Ik daag je uit. Even de juiste toontjes zoeken. Oké. Would you like to swing on a star? Redden, Ed. Die tekst is te lastig, hè? Weet de tekst weg. Ja, dat weet ik niet, mama. Ik kan die tekst al opzoeken voor jou, hoor, maar dat werkt niet. You may grow up to be a pig. I don't want to be a pig. Hij wil het toch graag blijven doen, hè? To swing on the star. Kijk, je gooit er een kwartje in en het gaat los, hè? Dat gaat los. Het is even zoeken naar de tekst. Dat is hem niet helemaal. Dat zei je al. Ik vind het überhaupt knap dat je dan toch alweer de goede lijnen en die uithalen. Want die zat er echt heel goed in. En Chain My Heart? Daar heb jij je strot na. Oké. En die heb je echt wel paraat. Even de goede beat pakken. Ik hoorde de eerste akkoord al, die herken je dan meteen, hè? Ja. Nou, dat is iets... Ja, want hij zegt, zijn moeder speelde accordeon in Valkenburg, had je vroeger. Uh-huh. Toen ik een kleine jongen was, had je dus in veel van die cafés, had je van die duo's, hè? Vaak een man en vrouw met accordeon en een drumstelletje. En dan was dat live muziek in de kroegen toen. En was het dan op zijn Limburgs? Was het Engelstalig? Van alles. En een beetje wat jij nu in feite ook met Ed doet. Zei, kun je dat ook? Ja, hup, gaan we weer, weet je wel. En dat ga naar Pitches. Vincent die trekt daar de kar. En daar zit Ed ook bij de jam sessies. Ja. Met een club. En dan gaat het ook een beetje op die manier. Ja, alleen geweldig. Tegenwoordig met die pads erbij. En dat is natuurlijk een nadeel voor Ed. Die hebben ze die tekst meteen. Ja, natuurlijk. Hoe zeg je dat? Dat is... Ik ben nog even zoeken. Vaak kletsen wel verder. Dat is wat ik wou. Zo. Maar bij Vincent... Voor de technicus. Volgens mij staat er ook galm op mijn... Ja, ik hoor een delay op de... Op delay op de keyboard. Hè.
Ik hoor doorlopend galm als je je strot opentrekt, Ed. Nee? Zit hij in je keyboard? Dat lijkt me sterk, maar ik ben even aan het kijken. Want dat kan ik zo zien namelijk. Dat is wel mooi dat je zegt kijken. Ja. Ja, nu is hij weg. Oké, dan. Ha. Maar wat wou je zeggen over Vincent even nog? Met pitches? Unchain my heart, baby. Dat is. Why, baby? Set me free. You don't care. Come on and say me free. Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, you don't care about me. Every time I call you on the phone, somebody tell me that you're not at home. I change my heart, please set me free. I change my heart, baby, go my way. I change my heart, you worry me now. You don't care about me. Unchain my heart, please set me free. Oh, your chair got a man in a trap, baby. Baby, not your air. I don't want to stay. Baby, let me be. I change my heart. You don't care about me. Every time I call you on the phone, you better tell me that you're not at home. I change my heart. Please set me free. Mooi werk, Ed. Ja. Wat is jouw favoriete nummer om te doen? Heb ik helemaal niet. Heb je echt helemaal niet? Nee. Ik heb
heb helemaal niet een favoriet. Maar je hebt toch wel een nummer dat je denkt van, dan ga ik helemaal los op. Of daar krijg ik iedereen in mee in een feestzaal. Een ander verhaal. Ik ben echt een feestmuzikant. Ik heb er meer lol van dat het publiek uit zijn dak gaat, dan dat ik er werkelijk lol van heb van wat ik nou aan het spelen ben. Oké, dus je bent ook wat dat betreft echt wel een gever. Je wil dat die feedback vanuit de zaal wil je gewoon voelen en horen. Ja, zeker. Dan is dit taai. En dan zijn dit ook echt taaie tijden voor heel veel artiesten, hoor. Maar dat je dat gewoon nu niet kan doen, hè, op die manier. Het is in alle opzichten voor mij een heel slecht jaar. Ja, voor jou, voor heel veel in de muziekwereld. Nee, ik sta daar zeker niet alleen in, maar... En we hadden het net even over de jam sessies bij Pitches. Dat zijn dat ook dingen die je mist met elkaar muziek maken? Ja. Nee, maar dat, kijk, ik ben daar begonnen om het te leiden. Enerzijds omdat ik het zelf super leuk vind natuurlijk. En anderzijds om jonge muzikanten te helpen, tips te geven. Beetje bedoel, weet je, ik sta al vanaf, zeg maar even 35 jaar op het podium. En dan heb je in ieder geval wat ervaring opgedaan. Wat ik me afvroeg, maak jij zelf ook muziek? Ik ben geen schrijver, nee. Nee, oké. Okay. Dus, maar je zit thuis ook niet, omdat ik zie, je zit zo, hup, je speelt het allemaal zo voor de kat seconde weg. En ik vroeg me af, zit je dan thuis ook achter dat achter die piano om te zeggen van, wauw, dit ga ik nou zelf eens... Zeker de laatste maanden. Ja. Normaal was ik vroeger niet zo repetitiebeest. Maar de laatste maanden ben ik wel heel erg bezig met spelen. En soms denk je ook, wat doe je het voor? Want Maar je hebt ook al een tijdje ook gestreamd vanuit je huis. Arno is nog bij je langs geweest en nog een paar anderen. Ja. En daar ben je op een gegeven moment ook weer mee gestopt. Want het is toch ook een heel puzzelstukje, denk ik, om voor elkaar te krijgen. Om dat ook technisch voor elkaar te krijgen. Nee, technische verhalen is het minst moeilijke. Wat was het probleem daarvan, als je zegt... Het probleem daarvan is dat ik een heel lang... En dat is pas weer sinds anderhalf, twee maanden weer anders. Dat ik heel lang moeite heb gehad om mezelf... in beweging te krijgen. Mm-hmm. Ik was eigenlijk een beetje lam geslagen door alles. Ja. Oké, wel herkenbaar bij meerdere mensen. Ja, en dat snap ik ook wel. En anderzijds, toen ik weer ging beginnen nadat ik lam geslagen was, merkte ik gewoon dat... Wij hadden ook een donatielink en zo. Mm-hmm. En je merkte gewoon dat iedereen was een beetje uitgekeken op de streams. Ja. De aantallen kijkers liepen terug. En dan zit je heel goed je best te doen voor 15 kijkers. En dat vond ik zonde van mijn tijd. Ja. Maar dan heb je dan niet, oké, wij hebben nu ook een massa aan kijkers, maar gewoon de reden om weer dingen live te doen, weer iets neer te zetten en het terugkijken en luisteren wat kan. Dus weer een stukje geschiedenis schrijven, zeg ik altijd. Dat was je behoefte verder niet. Je moet echt wel meer kijkers hebben, wil je die energie vasthouden. Dat is toch wel een beetje inderdaad... Het was toen het meer mensen waren, was het leuk omdat iedereen zijn commentaar gaf. Ik had ook een speciaal iemand er altijd bij zitten die de reacties voorlas. Ja. En op het moment dat je geen... Ik heb de feedback nodig. Ja, ja. En op het moment dat ik geen feedback krijg, dan is het voor mij een verloren avond. Ja, je hebt het gevoel dat je in de vrije ruimte maar wat aan zit te spelen. Ja. Ja, en liever nog een negatieve feedback dat je commentaar kan geven dan helemaal geen. Ik vind negatieve feedback altijd fijn. Als het een beetje sarcastisch is, dan is het een leuke... Als mensen de moeite nemen om feedback te geven, is het dan überhaupt ooit negatief? Nee, dan ben je al... Sowieso vinden ze je de moeite waard om er iets van te vinden, denk ik altijd. Je wordt serieus genomen. Dus in die zin, ik bedoel, dan kun je inderdaad nog in de kleur van je kritiek of je feedback nog wat doen. Maar ik denk dat op zich... Ik zei, tenminste zo zei ik dat ook vaak tegen mijn leerlingen, van joh... Het feit dat ze je de moeite nemen om er iets van te vinden, dat betekent dat ze je de moeite waard vinden. Daar ben ik niet helemaal mee eens. Daar kan ik al een voorbeeld van geven. Ik heb in X-Factor gezeten. Ja. En ik had commentaar gekregen van Gordon. En daarna ben ik weken gestalkt door een... En zodanig
met bedreigingen ook, zodanig dat we ook echt naar het politiebureau moesten. Niet feedback is... Nee, maar dan heb je het denk ik over een patiënt. Hè? Ik bedoel, mensen die gaan stalken en maar mensen die gaan bedreigen. Daar, en... Maar ik weet niet of u wel eens op Facebook kijkt, maar daar hebben we er heel veel van in Nederland. Ja, er zitten wel wat patiënten bij, inderdaad. Dat... Ja. Maar goed. Dat zijn mensen die eigenlijk drukker zijn met zichzelf dan met jou, toch? Ja, dat zeker. De probleemgevallen. Ja. Ja, laten we daar niet te ver op ingaan, want daar zit een heel naar hoekje in al die social media die dat ook gebruiken om vooral hun haat rond te spreiden. Ja, van die zolderkamerterroristjes noem ik het altijd. Ja, en dan het liefst nog anoniem ook. Wordt het alleen maar anoniem. Maar ja. Met name op Twitter was het wel redelijk anoniem, ja. Ja. Nee, ik noem dat ook altijd de anoniempies. Ja. En die daag ik altijd uit om zich wel bekend te maken. Want ik vind het helemaal niet erg als je een wonderlijke mening erop nahoudt. Of een afwijkende mening. Sterker maar nog. Kom daar dan ook gewoon vooruit. En verstop je niet achter een of ander lullig avatar dingetje. Ik geniet wel intens van de reacties van de mensen die de Telegraaf lezen. Ja, zit daar een wat maakt dat zo mooi voor jou, Ed? Man, dat is zo veel ongenuanceerdheid dat ik het weer leuk begin te vinden. Ja. Nou, dat is het. Soms is dat lezen ervan is gewoon pure cult. Ja, alleen precies. Als je doordenkt en denk je, oh, wat een verdriet moet daarachter zitten. Als je niet die laag verder kan denken. Maar ja, dat klinkt heel wijselijk van ons. Dat moet je ook weer niet zo stellen. Maar het is af en toe wel schrikken. Ik ga ook mensen thuis even laten schrikken met het eerste plaatje van Ed die je ooit kocht. Dus dan weet je wel welke het wordt. Ja. Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die.
Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. Riders on the Storm van The Doors. Blijft altijd lekker hoor. Ik vind hem altijd lekker smooth. Lekker voor onderweg ook. Alleen de regenbuien kun je nog kijken. Ga je ruitenwissers aanzetten en zo. Dat soort flauwe reden. Ja, je krijgt de neiging om je paraplu te gaan zoeken. Dat soort dingen, ja. Maar, aan de andere kant hebben we het klimaat zodanig verkloot dat het ook wel gewoon kan. Dat we in december gewoon dit soort buien krijgen. Ja, maar het is al gaande, dus dat is al aan de orde. Het had sneeuw moeten zijn, maar het komt als regen naar beneden op het moment, ja. Het was gisteren 11 graden of zo, 10 of 11 graden of zo. Ja, ja. Het heeft soms wel iets aangenaams. De kou is ook niet altijd even lekker, maar ik ben ook gewoon voor gewoon al die vrouwen gewoon met haarlak en spuitbussen blijven spuiten, want ik vind het heerlijk dat we aan doen. Ja. Ja, maar nu zeggen wij als kale mannen een beetje jaloezie dingen dat vrouwen is ook, met haar. Ja, dat is ook de jaloezie, denk ik. Hè, of niet? Want jij hebt geen haarlak meer nodig, toch al wel? En de drijfgassen zitten al heel lang niet meer in de spuitbus, hoor. Dus de dames doen het niet. Je redt het niet om die de schuld te geven. De grote industrie. Hey, ho, ik geef ze helemaal niet de schuld. Ik gaf ze een compliment. Nee, oh, was dat het? Ik hou helemaal niet van kou. Ik hou helemaal niet van sneeuw. IJs vind ik verschrikkelijk. Alleen, ja, alleen op mijn bord, zeg maar. Roomijs, het liefst. Waarom niet naar Curaçao? En daar een nieuwe carrière? Heb ik over nagedacht. Ja, dat kan haast niet anders. Als je dat rijtje net opnoemt, dan is dat de plek waar je moet zijn. Nou, dat lijkt me heerlijk. Ik bedoel, het lijkt me heerlijk om kerst te vieren met 24 graden. Ja, het lijkt me fantastisch. Het lijkt me zo vreemd. Voor mij hoort toch echt die White Christmas erbij, Ed? Ja. Die we overigens ook al heel lang niet meer gehad hebben. Maar dat is toch nog wel steeds mijn ultieme kerstplaatje. Ja, nee, het plaatje is leuk, maar het hoeft niet echt te gebeuren. Nee. Weet je, je bedoelt, erover dromen is ook voldoende. Ja. Ja, Bing Crosby. Bijvoorbeeld, ja. Ik vind hem het mooist van Michael Bolton. Oh, die ken ik niet, die uitvoering. Ja, die maar die heeft wel een mooie stem. Dus die staat op hetzelfde album, How Can I Suppose To Live Without You. Op dat album staat ook... Heeft hij daar een kerstnummer erop gezet? Als laatste nummer staat daar White Christmas op, ja. Nee, oké, grappig. Ik ga hem eens een keer opzoeken. Ik ga nu ook een kerstliedje draaien. En, dan neem ik er een stukje stol bij. Ja, precies. Kunnen jullie de koffie in de stol doen? Ik ga er ook even zo naar Ed brengen. Een aparte versie van Flappy. Het was kerstochtend 1961, ik weet het nog zo goed. Mijn konijnenhok was leeg en moeder zei dat ik niet in de schuur mocht komen. En als ik lief ging spelen, dat ik dan wat lekkers kreeg. Zij wist ook niet waar Flappy uit kon hangen. Ze zou het papa vragen, maar omdat hij bezig was in dat fietsenschuurtje, moest ik maar een uurtje goed naar Flappy zoeken. Hij liep vast wel ergens op het gras.
maar ik had het hok toch goed dicht gedaan, zoals ik dat elke avond deed. Ik was de vorige avond zelfs nog teruggegaan. Ik weet ook niet waarom ik dat deed. Ik had heel lang voor het hok gestaan, alsof ik wist wat ik nu weet. Het was eerste kerstdag 1961. Wij naar Flappy zoeken vader. Die zocht gewoon mee bij de bomen en het water. Maar niet in dat fietsenschuurtje, want daar kon die toch niet zitten. En ik schudde nee. We zochten samen, samen tot de koffie. De familie aan de koffie. Maar ik hoefde niet, ik dacht aan Flappy. En dat het 's nachts zo koud kon vriezen. Mijn hoofdje stil gebogen, dikke tranen van verdriet. Want ik had het hok toch goed dicht gedaan, zoals ik dat elke avond deed. Ik was de vorige avond zelfs nog teruggegaan. Ik weet ook niet waarom ik dat deed. Ik had heel lang voor het hok gestaan, alsof ik wist wat ik nu weet. Het was eerste kerstdag 1961. Er werd luidruchtig gegeten, maar dat deed me niet zoveel. Ik dacht aan Flappy, mijn eigen kleine Flappy. Waar zou die lopen? Geen hap ging door mijn keel. Toen na de soep het hoofdgerecht moest komen, sprak mijn vader uiterst grappig: kijk Joep, daar is Flappy dan. En ik zie de zilveren schaal nog en daar lag hij in drie stukken. Voor het eerst zag ik mijn vader als een vreselijke man. En ik ben gillend en stampend naar bed gegaan. Heb eerst een uur liggen huilen op de sprei. Nog één keer scheldend bovenaan de trap gestaan. En geschreeuwd, Flappy was van mij. Nog heel lang voor het raam gestaan, maar het hok stond er maar verlaten bij. Het was tweede kerstdag 1961, moeder weet dat nog zo goed. Vaders bed was leeg en ik zei dat zij niet in de scheur mocht komen. En als ze lief ging spelen, dat ze dan wat lekkers kreeg. Everything to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two. Because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl. Friends out there, but just remember there's a lot of bad, and beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Just remember there's a lot of bad, and beware.
a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child girl. It's a wild world, and it's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world, and I'll always remember you like a child girl. Nou Ed, give it away. Give it away. Ik dacht dat je hem gelijk open in de nummer zou opendraaien. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, and I like to meet pretty woman. Zijn er nog wat verzoekjes trouwens, of niet? Wat zeg je? Iets van Status Quo. Oh, wacht even. Gaan we even aan. Leuk, man. Dat zijn leuke dingen. Even kijken. Die daar. Dat ken je, hè? Status Quo. Iets wat lekker kent. Komt die al aan. Even wat settings erin drukken. Ik wil ietsje meer distortion hebben. Ja, dat mag ietsje rocken. Even wat steviger. Oké. Heeft goede ritmetje erbij. Verzoekje van Ben Hart, een nummertje van Status Quo.
Whatever you want? Wat ga je doen? Even kijken, dan doen we die zo. Ja, mensen. We zijn er bijna, we zijn er bijna. Ja, huppatee. Was hij dan? Dat is even een lekker knaller, Mister. Ja. We hebben nog 10 minuutjes. Heb jij nog een nummer die je graag wil doen? Oh, ik vind verzoekjes heel lastig. Ja. Nou, voor... nummer. Ik moet een beetje. Mijn ouders draaiden vroeger altijd country muziek. Country. Ja, heerlijk country. Pas op, hè. Vanavond zit je hier weer met Arno Meijnt. En dan moet je niet de country muziek onze jongen helpen. Dan kan ik me ook zo goed begeleiden. Omdat ik gewoon dat... maar dit nummer is... Ik dacht van, weet je, het is niet allemaal van die country. En ik wilde waar ik ga daar een rocknummer van maken. Mm-hmm. Dus ik heb even een country nummer onder handen genomen. Let's hear it. Love is a burning. Makes the fire and rain bound by wild desire. I fell into your fire. I fell into a burning fire. Went down, down, down in the flame. When it burn, 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 the ring of fire, the ring of fire. Love is a burning thing, and it makes the fire and ring. Yeah!
you shake my nose and you rock my brain. Oh, much you love, got a medicine. You broke my will, what a drill. Young inspiration, great motivation. Give me love and do me, honey. Oh, yeah, it's all very funny. You love my mind, oh, what a find. Young inspiration, great motivation. So fine, so calm. Gonna tell the world that you're mine, 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 mine. Give me love, cool me, honey. Oh yeah, it's a fair fight. You love my mind, oh what a fine. Good inspiration, great motherfire. You buy me a Mercedes Benz. My friends all drive Porsches. I must make a man. All of my life I know hell for my friends. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Why, oh Lord, won't you buy me a color TV? Trying to find me. I wait for delivery each day until free. Oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me. You buy me not on the top. Everybody I know wants you buy me a Mercedes Benz. My friends look like Porsches. I must make a meal. So all my lifetime no help from my friends. Oh Lord, what you buy me a Mercedes. Zo, dat was even een knaller om ermee uit te gaan. Sterk werk, Ed. Dat kan niet wel, hè? Ja. En wat ik me afvraag, Ed, als jij nou 's ochtends je bed uitkomt en ze zeggen, hup, gaan, dan ga je gewoon. Ik was er om 4:45 uit. Ja, nee, maar ik bedoel gewoon bam, zo erin ramen nu. En hè, het is nog maar 8 uur of 9 uur, wat is het inmiddels? Ja. Ja, ik vind het prachtig. De meeste muzikanten kunnen dat wel op een rare manier. Als je ze een podium geeft, dan komt er eigenlijk meteen een soort rush, een soort kick. Welk tijdstip van de dag je ze erop zet, als ze dat kunnen, dan doen ze het kunstje ook meteen goed. Ja. Dat is wel heel gaaf, hoor. Ik had het met X-Factor. Alles wat er die dag mis kon gaan, ging er mis. En het was verschrikkelijk. En ik dacht van, nou, dit gaat het niet worden. Ja, en dan ga je toch aan. Dan gaan de lampjes aan. En dat was met die auditie. En op een gegeven moment kreeg ik een discussie met Gordon. En vanaf toen kwam in één keer die energielevel. En het publiek was in één keer gelijk enthousiast. Dus dan heb je gelijk die adrenaline. En dan pak je hem gewoon op adrenaline. Ja, ja, ja. En dat schaalde hier vroeger ook door de Fuchsiastraat. Wat zegt u? Dit schaalde hier vroeger ook door de Fuchsiastraat. Ja. Ja, dat was meer
De Smartlap en ik ben 's morgens wakker geworden met de eerste twee albums van André Hazes. Kijk. Die ken ik nog steeds uit mijn hoofd. Ja. Zaterdagochtend, Soesterkwartier, autootje wassen. Ja. Willy Alberti ook, of niet? Ook die komt hier voorbij, hoor. Wat dat betreft is het wel de Amazonshoek. Oh, daar komt die, let op. Oh, je daagt hem nog even uit. Zijn zwarte hazen bruin gelaat. Ze bakken baren dicht bij haard. En altijd een gitaar vast in zijn hand. Het is vandaag een trieste dag. Vooral voor hem die altijd lacht. La mama is niet meer. Zij stierf vannacht. La mama. Dat je nu weg bent, doet me veel verdriet. Zal ik dan nog één keer voor je spelen, met heel mijn hart, al hoor je mij toch niet. La mama, ik zal altijd aan je denken. Je was een voorbeeld voor je volk en mij. La mama. Dat ik je zoon ben, maakt me trots en blij. Dat was van het eerste album van Hazes. Heel, heel mooi. Heel mooi. Smartlappen. Meteen, hè? Ja, het, ja lekker hoor. Maar dit is wel het wijkje. A guilty pleasure. Hè? Ik heb er nog een tijdje bij het Smartlappenkoor Rozen en Gladiolen gezeten. Heerlijk, jongen. Was dat meen je? Ik zie ook wel wat voor zo'n Gianti-koor van die zeemansliederen. Nee, dat dan weer helemaal niet. Je bent wel zeeziek. Dat ook niet. Maar nee, dat vind ik dan weer minder. Maar die echte Smartlap, zo, die vond ik zijn lekker. Best lekker, ja. Hoor. Ik doe altijd bij Vincent de zondagmiddag aan het eind met na de Smartlap Festival. Ja, heerlijk. Nog even doorzetten. Ja. Hey, vooral liedjes over blinden vind ik gewoon erg. hoe komt dat dan toch? Hè? Ed, wat ik mij steeds afvroeg, jij begint er zelf over, anders had ik het niet gemerkt. Maar wat ik me afvroeg. God hang, keep maar gelaten om te gaan spelen met granaten. Plotseling een noodlot greep toen in het leven van een kind. Maakte hem voor zijn leven blind. Het is niet autobiografisch, Ed. Ja. Nou, we vonden je achter wel granaten als kind, hoor. Moet ik zeggen, ik hoor de laatste tijd ook geweldige klappen. Dus. Nou, het is hier af en toe niet, maar ze zijn met Kabiet aan het puzzelen. Maar hey, heb je er nog een blinde? Mankenelis, die had ook al een... Nee, dat was een ander verhaal. Wat wil je vertellen? Van Mankenelis is er ook zo'n lied over... Oh nee, daar kom ik nu niet op. Daar heb ik te weinig slaap voor gehad vannacht. Maar dat was er ook eentje die van die geinige Smartlap kon brengen. Ik moet even kijken of ik deze tekst nog weet. Want dat was... Ze hebben hem op een songfestival op Bartimees gedaan. Ja. Logisch. Er stond een huisje op de prairie. Staat er al een jaar of 10. Daar woont een man, hij is 20, hij is blind, hij kan niet zien. Elke dag hoor ik hem zingen en spelen op zijn gitaar. Want hij wou zo graag een ster zijn, maar zijn sprookje werd niet waar. Elke dag is voor hem gelijk, kon hij maar zien. Dan was hij rijk. Hoe ik me zou voelen als ik blind zou zijn als hij. Hij heeft geen vrouw en ook geen vrienden. En
verder weet ik hem even niet meer. Maar dat was ook zo'n blinde liedje. Ja, hier word je weer heel sad van. Bij de vorige kon ik nog wel een beetje lachen. Maar dat, wat zeg je? Heel sad. Hey, dit is wel heel triest. Ja, ja dit is wel heel triest. Een beetje een flappie voor de blinden. Als ik naar haar blinde ogen kijk, ja, dat is ook zo'n liedje. Dat zijn smartlappen over blinden. Eindigen we nog in mineur ook. Ze zijn vooral zielig. Heren, ik ga jullie bedanken. Wat zeg je? Ik ga jullie bedanken. We gaan afronden. Hoe laat is het dan? Het is nu 9:00, even over 9:00. We zijn om 10:00 toch stoppen? Ik was het dan tot 10:00. Was ik allemaal... Het begint net een beetje warm te draaien, Bernard. Je ziet het. Als jij nog even door wil, kan het. Geen enkel probleem. Het zijn blokken waarmee we programma's aangeven. Dus dat is een beetje de formule. En daar schuiven we nog een beetje in. Dus dat het nu 9:00 is, is ook een beetje om mezelf te redden. Het is rond 10:00, komt pas mijn taxi. Het heeft geen idee wat hij hier verder nog doen moet. Zo gezellig ben jij niet, Bernard. Bij jou zit te lullen, dat is ook zo wat. Ja, ik knalde nog even een lekkere worn down piano in van de Mark Clark Band. Die is ook wel lekker. En dan kletsen we zo even verder. Tuesday morning, men are standing line. The auction would open promptly at 9:00. The gavel came down on the auctioneer's block, and the bidding began on a grandfather's plan. Next up for bids in the rear of the room, a piano worn down and a bid out of tune. Who stopped the bidding? You cried, no voices rang out, so just put it aside. Shouts filled the room and the action went on, and the cries of the crowd were stopped by a song. Everyone turned to the rear of the room, to that worn down piano, a bit out of tune. But the crowds have all gone and the symphony's through. And the piano cries out, let me play once for you. A man with a torn coat and a hole in one shoe sat playing a song that nobody knew. Music rang out and that song filled the room from that worn down piano. A bit out of tune. Then from the crowd a man shouted a bid. $1,000 for that piano I'll give. $2,000, $3,000, and the bidding went on. As a man in the tall coat kept playing that song. Tense, each bit more and more, till a 5,000 figure rang out from the floor. The man in the tall coat just sat there and stared, playing that song as if no one were there. Oh, the day long ago when the crowds came around to hear that piano ring out with sound. But the crowds have all gone and the symphony's through. And the piano cries out, let me play once for you.
2-1 UPL, but I've nothing to pay. I'd give all I own if you could be mine, but all I can bid is this bottle of wine. The Tonka God. It's a 5:15 and the bidding is done. Everything's sold and I'll leave one by one. The auction is over and left in that room is there won't I'll be out. Still a bit out of time. Cries out. Let me once Bernard, ik wil niet lullig doen, maar die jongens hierna zitten achter te slapen bijna. Ja. En jij gaat een nummer draaien van 7 minuten zover. Ja, ik wil die jongens, die hebben zo lang doorgedraaid. Die zijn aan het einde van hun Latijn, hebben al een hele nacht gedraaid. Hebben hier de techniek opgezet. En als de techniek draait, is het ook nog eens saai werk. Dus ik wil ze een beetje in slaap sussen hiermee. En de taxi heeft zich gemeld inmiddels. Ja, de taxi heeft zich ook gemeld. Dus we hoeven niet in te pakken, want je komt vanavond terug. Want ik hoorde net dat Arno Meint van je diensten gebruik gaat maken. Ja. Hey, maar heren, mag ik jullie bedanken? Mag wel. Ja, doe maar even. Dan doe ik dat bij deze. Ik heb geen bosje bloemen. Ik heb nog een droog kaakje voor jullie. Kom maar, doe die fles wijn maar en die 4 mok op en dan zijn wij tevreden. Ja, en ik zou zeggen, save the last dance for me.
hypnotized. Shit, I'm stepping in harder this year. Yeah, bear rippin' in harder this year. Watch me as I gravitate. Ha, 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 ha. We gon' ghost town, this Motown with your sound. You in the blink. Gon' bite the dust and fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it until you chair the head. Watch the way I navigate. Watch me shabba.